Hallo, welkom bij Meerbeek Caravans & Campers. Mijn naam is Ryan Meerbeek en ik heb hier op het papiertje staan hoe de Enduro Mover werkt in combinatie met de Autosteady poten. Laten we beginnen met de mover in gang te zetten. Hier in het serviceluik is alles gebouwd en we hebben daarvoor nodig de rode sleutel. Dat is stap 1. Die doen we erin en daarmee schakelen we de accu in. Dat is een 30 ampère accu, een lithium accu, dat is het beste wat er is op dit moment. Krijgen we de afstandsbediening. Die doen we met dit schuifje omhoog. Dat schuifje doet hij dan omhoog. En laat ik u eerst wel eens zien hoe ik de mover op de band zet. Dat doe ik met deze twee bovenste knoppen. Want dan ziet u daar twee rondjes. En dan ziet u daar twee pijltjes naar de rondjes toe. Drie pieptonen afwachten. 1, 2, 3. Dan gaat die mover naar de band toe. En dan kunnen de heren Meerwijk bij me in de tussentijd vertellen wat hier zo mooi aan is aan deze keer. Ja, Mark komt er ook net bij me op een mooie buitenkant, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Voor 2023. Mijn naam is Mark Meerwijk trouwens. Voor 2023 heeft Vent alles vernieuwd van de Tendenza serie. Buitenkant vernieuwd, binnenkant vernieuwd. Ik zal ze wat van de buiten laten zien. Kijk eens naar die mooie neus. Eigenlijk zit de neus van de Stanley Diamant. Alleen Vent Diamant was alleen gebouwd op 2,50 breed. En dat was zo'n succes. Toen hebben ze ook eerder gezegd, we maken hem smaller. Ook voor de Tendenza serie. Heren, ik hoorde twee pieptonen. Dat betekent dus dat de mover nu op de band zit. U kunt dat zien. Laat ik u zien. De mover is net helemaal op de band gegaan. Vol automatisch. Daar heeft u helemaal geen spierkracht meer voor nodig. Ik laat u nu ook zien hoe ik de mover van de band afhaal. Dat gaat nu met onze twee knoppen, want nu ziet u dat de pijltjes van de rondjes afgaan. Weer die drie pieptonen. Dan gaat de mover van de band af en dan hoort u dadelijk weer de twee pieptonen. Mark, ga verder. Ja, zo komen we dus verder bij die indrukwekkend mooie neus van die caravan. Een compleet vol kunststof front, mooie chrome bistro, mooie accent van de letters. Maar wat natuurlijk belangrijk is, een mooie makkelijk toegankelijke wisselbak. Kijk, met een busscharnier. Hier een hele mooie aluminium tranenplaat erin zitten. Er zit een afvalwatertank bij. Er zit standaard een wisselafdekking op. Kogeldrukmeter. En al die vents zijn allemaal gebouwd op een Alco-chassis. Alco is gewoon de beste chassisbouwer in caravanland. Met standaard de Alco Premium Brakes. Ook altijd de zware uitrijsteunen. Maar die zijn er niet meer nodig. Maar dat is rijden. Ik hoor de piepjes. Hoorden we het ook kijken? Ik hoor de twee piepjes. Autostemming. Ik kan u nu ook laten zien hoe je rijdt met de mover. Dat doet u met deze knoppen. Helemaal naar voren en dan ziet u dat de mover aan het draaien is. Ziet u dat? Je kunt ook bochten maken. Maar nu, de update. Het Autosteady potensysteem. We drukken op deze linkerknopje op de afstandsbediening. Een tijdje ingedrukt houden. Totdat het potensysteem tevoorschijn komt. En dan gaan we naar de twee knoppen die zich hier bevinden. Waarop staat auto. En dan ga ik even naar de poten kijken. Kijk, daar ziet u ze. Ik ga ze nu eerst omhoog halen. Dan druk ik op de bovenste twee knoppen. En daar staat auto met de pijltjes omhoog. Drie pieptonen. En nu gaan de poten omhoog. En dan kunnen de heren Meerwijk verder gaan met hun verhaal. Ja, wat ik wel mooi vond, wat Mark heeft verteld. Inderdaad, de topster die vindt diamant. Altijd op 2,50 meter breed. Maar dat dit soort modellen dus in de Tendenza-serie ook op 2,30 breed leverbaar zijn. En dat wordt vaak gezocht in de Nederlandse markt. Dat is gewoon zo. Ja, dat is ongekend. Je ziet dus die nieuwe neus van die caravan, maar die zijkant is ook compleet vernieuwd. Compleet nieuwe verzekering aangebracht, nieuwe beleiding erop, extra vergronde lijsten erop. Je ziet ook hier de mooie design wat op de verzekering weggewerkt is, ook als de deur dicht doet. Natuurlijk die hele goede deur hebben ze natuurlijk aan vastgehouden, die deur met die verlaagde instap. Hij is weer klaar en dan komt nu de laatste stap. Nu gaan we de poten ook weer omlaag doen, omdat het om mijn collega's de caravan nu dadelijk ook van binnen gaan laten zien. Dat doen we met de onderste twee knoppen, want daar ziet u de pijltjes omlaag. Weer die drie pieptonen afwachten. En dan gaan nu de poten weer automatisch helemaal naar beneden. En dan geeft hij ze dadelijk ook een boost mee. Doet hij helemaal op het laatst en dan staat die caravan heel stevig. Dat gaan we dadelijk merken als we hem van binnen gaan bekijken. Heren Meerwijk, ik ga verder met het mooie verhaal. Dus die mooie deur, die hadden we al van Vent, met die verlaten coupé-instap, dat is eigenlijk uniek. We kunnen er nu nog niet in, de poortjes zijn nog onderweg, maar dadelijk wel. Standaard voorzien van de hotdeur. En dan komen we bij de noviteit de achterkant. Die is ook compleet vernieuwd. Hele mooie grote achterlichten. Het is heel duidelijk dat je goed zichtbaar bent op de weg. Mooie diffuser ingebouwd in de achterbumper. De zuilen lopen door naar boven. En wat nog unieker is, dat zijn twee derde remlichten. Dus geen derde, maar ook een derde en een vierde remlicht. Dus op het moment dat je op de autobaan zit en je bent aan het rijden, rij je 100% veilig rond. Dat is ongelooflijk. Je ziet ook dus, en als je die nieuwe design ziet, van die buitenkant, die is gewoon heel erg mooi, maar die binnenkant is ook vernieuwd. En wat nog leuk is om te weten, dit is een model met werkelijk alle opties erop. Want hier zit zelfs een airco in, hè, Gerrit-Jan, klopt dat? Klopt. Wil je eens even kijken van binnen wat laten zien?
Krijgen we piepjes of... Die komen zo wel inderdaad. Hoe lang duurt dat nog? Ik geef het zo aan, dan kun je dadelijk veilig naar binnen. Wacht even, even af. Ze zijn er bijna. Vent zegt van zichzelf oordegelijk vakmanschap verpakt in modern design. En dat kun je wel aan die stripe in zien. Nu komt de boost. Geef het de pieptoon, hè. En dan kunnen we de afstandsbediening weer uitzetten. En dan doen we ook de rode sleutel weer uit. Die draaien we weer om. Halen we het eruit. En dit kan dus ook gecombineerd met de move, dat heet de waterpasfunctie. Dan kunt u dat gecombineerd met elkaar doen. Dat gaat via de FL-knop. En dan heeft u de caravan in 90 seconden helemaal waterpas staan. En dat ga ik u uitleggen als u zo'n mooie caravan aanschaft en meer bij Caravans en Campus in Doetinchem. Ga verder, Gerrit-Jan. Geweldig verhaal, Ranje. Echt geweldig verhaal. Ik ben diep onder de indruk. Nu die Ventendensa van de binnenkant. Waarom koop ik een Ventendensa? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk uit te leggen. Tendenza 2023 heeft een totaal vernieuwd interieur. Kijk hoe dat is. Een soort taupekleur. Hele lange, werpige kasten. Dus nooit geen rommeltjes in zicht. Nieuwe interieur is argument 1. Argument 2 is de kussens. In de kussens, in dit geval praten we over de bekleding kannes, maar het gaat niet om de kleur, het gaat om de vulling van de kussens. Die is aanmerkelijk comfortabeler. Dat zult u merken als u deze caravan komt bekijken in onze showroom. Dit zit echt perfect. Dat is argument 2. Argument 3 is de matrassen. De matrassen zijn ook van het meest hoogwaardige soort. Dat is ook een reden om dus een Ventendensa te kopen. Ja, daarnaast natuurlijk de vaste Vent-items voor 2023. Onder andere de koelkast die aan twee kanten open kan. Bij Ventendensa praten we ook over toepassing van de combiketel. Dat betekent 10 liter water. En in combinatie met het E-patroon is het dus allemaal bruikbaar op gas en op stroom. Mark kan het laten zien. Ja, dat is een heel mooi detail. Dit is dus het bedieningspaneel. Hier zie je dus de verwarming van de wagen. En die kun je dus gewoon aanzetten op de gewenste temperatuur. Die zetten we op 22 graden, 21, 22 graden in dit geval. Hier kun je de boiler makkelijk schakelen. Dus je kunt hem aanzetten op een eco-stand, boerstand of hotstand. En wat we voor meer wil ik altijd doen, we bestellen de E-patronen erbij. Dan krijg je dus de combi E. En dat betekent dat dus het verwarmen van de caravan op het verwarmen van warm water. Op gas kan of elektrisch kan. Dus dat is wel heel comfortabel en duurzaam. Dat is heel erg mooi. Hier komen we nog bij een leuke noviteit wat Vent nieuw heeft voor 2023. Het complete intelligente stuursysteem voor stroom. Alle lichtpunten kunnen vanaf een centraal punt bediend worden. Maar ook op de plekken waar het natuurlijk noodzakelijk is als je daar in de buurt van dat woongedeelte bent. En wat leuk is, als je van Vent gewoon de app downloadt, de Vent app, kun je het ook alweer connecten met je telefoon. Dat geldt dus voor een verwarmingssysteem, maar ook bijvoorbeeld je waterniveau kun je makkelijk zien. Accu-indicatie, verwarming waar je aan kunt zetten, dat is ongekend. Maar dan zie ik hier nog een afstandsbediening, Gerrit-Jan, waar is die voor dan? Ja, dat is dus hier te zien. Dat is een airco standaard. Airco standaard in dit model. En het mooie van die airco is, die is 2500 watt. En die kan koelen en verwarmen. Dus in de verduurzaming, zoals veel gezocht wordt, is het mogelijk om dus op stroom ook deze caravan te verwarmen. Steeds meer vraag naar. Deze airco heeft dat als standaard voorziening gewoon al aanwezig. Wat nog een heel mooi detail is geweest. Ik zie jou daar zo onder doorlopen. Hè? En daar hebben we lang op moeten wachten. Hè? Maar eindelijk is die staalhoogte groter geworden. 1,98. Ik ben zelf 1,96. Ja, mijn hand kan ertussen. Kijk eens in deze toiletruimte. Vent zegt zelf, aandacht, betrokkenheid, creativiteit. De ABC-formule, helemaal toegepast in deze toiletruimte. Mooie lichte vlakken, echt ook compleet. Veel beenruimte, niet te vergeten. Combi-cassette-rollo ook standaard voorzien in deze toiletruimte. Zuiltafel, veel beenruimte. Stopcontacten in alle hoeken. Ook alle soorten, jaar, hè? Ja. Ook telefoonopladen, zit daar verwerkt. Indrukwekkend mooi. Ja, het is een ongekend mooi interieur wat dat betreft. De keukenbladen zijn ook vernieuwd met de spoeldeksel en de gascomfort. Hè? Compleet ontwikkeld voor Vent. Economisch gemaakt. Lux 2023. Elektrische ontsteking. Ja, en wat nog wel heel mooi is van dit model, dus nu hebben we een heel accessoires al gezien. Als ik eens even goed resumeer, wat heb ik gezien? Ik heb standaard gezien een heel goed laadvermogen tot 700 kilo. Ik heb aluminium velgen gezien. Ik heb een volautomaat mover gezien met waterpasfunctie. Ik heb de lithium accu gezien. Ik heb dat auto steady systeem gezien, dat is dus waterpas zet geworden. Ik heb een airco gezien. Deze had ook de rolbodem tussen de bedden, Gerrit Jan. Oh, ja. Zit er dus ook in. Rolbodem tussen de bedden. Het verwarmingssysteem op gas en elektrisch. Maar als je dan zo'n wagen nieuw bij de fabriek zou bestellen, dan kom je op een verkoopprijs van bijna 50.000 euro uit. Maar wij van Meerbeek hebben door inkoopvoordeel hier een geweldige actie van kunnen maken. Hè? Alles is ingebouwd in de tijd dat het gewoon dat het helemaal compleet is, dat het compleet nodig is. Hoeveel korting kunnen wij geven op dit model, Ryan? Weet jij dat zo?
€3.699. Dat is bijna €4.000. Dus dan kom je op een totaalprijs van €44.695. En dan krijg je qua techniek, nou dan heb je een hoogstandje op de camping wat je dan hebt. En het leuke is dat Ryan Bios de meeste caravans aflevert. En hij heeft zich zo ingelezen van het systeem, hè. Hij wordt er s'nachts zelfs gewoon wakker van en denkt, hé, hey, ik hoor twee piepjes, die caravan staat weer goed. Dat is al ongekend eigenlijk. Inderdaad, hè? Inderdaad. Ja. Dus ja, daar zijn jullie verder enthousiast geworden van de top of the bill. Maar je hoeft er niet voor te betalen, want we hebben een enorm inkoopvoordeel. Dan nodigen wij jullie uit om onze showroom in Doetinchem te bezoeken. We hebben een fantastisch caravanbedrijf met wel 5 verschillende merken. Dan moet je denken aan Adria, aan Hobby, aan Vent, aan LFC, aan Pitsi. Maar die Tendenza, die is dus van binnen vernieuwd, van buiten vernieuwd. En deze is helemaal full options, dat is wel echt uniek. Ik zou zeggen, tot ziens in Doetinchem. Marijn, nog even een slotvraag. Hè? Je hebt het goed uitgelegd dat voor de auto steady, hè? Maar alle klanten krijgen dus dit papier mee van het stappenplan, hè? Ja, zeker weten. Iedereen... En zoals jij deed, als je dan dus eventjes dit zo doorleest, daar heb je 30 seconden voor nodig. En dan weet je het. Eerst je het van A tot Z. Ja, dan weet je het. Zeker. Krijg je er dus bij, hè? Het auto steady stappenplan. Kan niet mis. Ik vind het ook een geweldig systeem rijden. Is heel mooi, ja. Echt fantastisch. Ja, is ook mooi. Kamperen maar gelukkig. Tot ziens.